Willem is vandaag eerder naar huis gekomen. Voordat we met Chester naar de dierenarts konden. Wat is het druk, mensen. Ik geloof dat dat Black Friday toch wel werkt. Goeie genade. Ja, nu moet ik weer bij me op schoot gaan zitten, zeker? Ja, inderdaad. Zeg jij toch ook van, je bent niet goed bij je plaat, dat doe ik niet? Hoe graag je ook iets wil, maar dan toch met laat je toch niet in zo'n situatie gooien. Er zijn toch grenzen? Goedemorgen, deze vrijdag. Het ziet er goed uit buiten. Het doet niet heel hard waaien. Het is gewoon een beetje blauw buiten, dus het is een verrassing. Ik ben net wakker. Ik ga eerst nog een koffie zetten. Dan ga ik gelijk even met Chester naar buiten. En dan ga ik hier heel hard in huis aan de slag. Natuurlijk Chester weer monitoren. Kijken of hij wat wil eten. En dan gaan we eens even bellen met de dierenarts. En dan gaan we eens kijken of we daar vanmiddag of vanavond terecht kunnen. Want ik wil toch wel dat het nagekeken gaat worden. Dit gaat te lang duren. Dus ik ga heel snel beginnen. Knullen komen ook vanavond. Dus ik moet ook het een en ander in huis doen. Dus ik ga snel aan de gang. Dus ik wens jullie vanaf deze kant een hele fijne dag. En ik zie jullie later. In de auto. Willem is vandaag eerder naar huis gekomen. Moet ik zo zetten. Zodat we met Chester de dierenarts konden. Daar zijn we ook geweest. Heb ik niet gevlogd. Oké, nou, we zijn op de goede weg. Hij heeft dus waarschijnlijk inderdaad gewoon iets gegeten wat niet goed is. Zijn waardes en dergelijke zijn gewoon goed. Dus hij zal er zelf doorheen moeten komen. Hij heeft wel antibiotica gekregen. Omdat hij een soort slijmerige constantie bij zijn ontlasting had. Waar het blijkt dat zijn darmen een beetje geïrriteerd zijn. Nou, dat is logisch, want hij eet natuurlijk helemaal bijna niks. Hij heeft vanochtend weer een halve kipfilet op. En was net met hem buiten. Hij plast gewoon goed. Hij drinkt gewoon goed. Zolang het maar in een plastic bak zit. Meneer wenst niet uit zijn ijzeren bakken te drinken. Dus nou ja, het blondje hebben we natuurlijk van de week al in de maling genomen. Met zijn drinken in de schoon water in een emmer doen in de tuin. Waar hij gewoon dronk. Totdat hij binnen niet wilde drinken. Oh jongens, het staat dat zonnetje laag. Ik ga nu vrolijke rondjes halen. Daar zit vlees in. Dus hij zegt ook, probeer maar zoveel mogelijk zacht voedsel te geven. Nou, dan kan ik wel vers vlees geven. Hij zegt, nou, dat doe je al met kipfilet. Dus we gaan gewoon van die vrolijke rondjes halen. Dat vindt hij zalig. Dat heb ik ook wel eens gehaald, gewoon als snoepjes zijnde. Toen ik terugkwam met uitlaten, 2 gewone kluifjes op en 2 platte kluifjes. En dat is er gewoon ook ingebleven. Dus we gaan de goede kant op. Dus we gaan met een goed gevoel het weekend in. Maar oh, wat heeft al een impact op je leven, zeg. Een ander heeft dat met een ziek kind. Ik heb dat dus met een zieke hond. Hij is natuurlijk super gefocust op mij. Dus ik kom ook aan niks toe. Want waar ik ga, gaat hij. En om nou alleen te laten, dat hebben we natuurlijk dinsdagavond gedaan toen we naar mijn zus moesten. Toen we terugkwamen lag natuurlijk het hele huis vol. Dat is niet echt aan te raden. En dat vind ik zielig ook. Maar ja, het is natuurlijk vrijdag. Knullen komen straks. We hadden natuurlijk al weekboodschappen gedaan. Maar er moesten nog broodjes gehaald worden, dus dat ga ik nu halen. We gaan weer even kipfilet erbij halen. Want ja, morgen eten we nasi, dus we hadden kipfilet meegenomen voor morgen. Maar ja, daar heb ik natuurlijk niet al Chester van gegeven. Even mijn bril afdoen, dan zie ik wat meer. Dus dat ga ik er even bij halen. Dus ik denk, neem jullie mee, kan ik jullie gelijk even bijkletsen. Ben ik blij dus dat het beter met hem gaat. Want oh, het heeft gewoon een impact op me. Mijn vriendje. Jeetje, mina, krijgen de mensen dat vandaag voor niks? Zo, daar waren wij. Dus ik ga even heen en weer naar de winkel. Sorry jongens, het zullen saaie vlog zijn de afgelopen dagen. Maar voor moeders met kinderen is herkenbaar. En voor dierenliefhebbers ook herkenbaar. Als een beetje ziek is, dan gaat alles voor op de rest. Dus ik ga even heen en weer. Ik zie jullie straks. Yo. Alles weer binnen. Het is te druk, mensen. Ik geloof dat Black Friday toch wel werkt. Goeie genade. Het is echt gewoon, ik heb het in tijden hier niet zo druk gezien op dat winkelcentrum, zeg. Maar wij gaan natuurlijk altijd s'avonds. Die supermarkten ook. En dan baal ik en neem van de week neem aardappels mee. En dan is het nu weekenddeal. Dat scheelt gewoon 2 euro op een zak van 5 kilo aardappels. Maar ik ga niet als ik van de week 5 kilo mee heb genomen, nu weer 5 kilo meenemen. Want eerder dat het op is, schieten de loten eruit aan alle kanten. Op naar huis. Weekend vieren. En hopen dat het rustig blijft in het weekend. Ik hoorde net Willem dat Sven morgen niet hoeft te voetballen. Dus we hebben lekker de tijd voor onszelf. Ja, zoals jullie gemerkt hebben, natuurlijk afgelopen weekend geen vlogs. Toen hadden we ook de tijd voor onszelf.
Loopt weer eentje alsof de ijsbeer om een bontjas vragen. Helemaal met een muts op zijn hoofd en van die oorwarmers eraan. Kraag omhoog. Maar zo koud is het toch niet? Ik deed net zoals mijn jas open. Het is 11 graden, maar het is super zacht buiten. Je zegt dat het een graad of 14, 15 is, geloof ik ook. Laten we eens kijken of Chester zijn vrolijk rondjes lekker vindt. Ik hoop het. Want dan moeten we die aansterken. Dat is natuurlijk ook. Hij wordt lomer en lomer en lomer. En dat zegt de dierenarts zo. Het is natuurlijk niet gek dat hij lomer wordt. Want hij eet gewoon niet. En op twee van zulke stukjes kipfilet, ja. Nou ja, dat was even niet anders. Maar wat ik al zei, en wat we natuurlijk ook telefonisch al overlegd hadden. Het duurt gewoon 3-4 dagen als hij wat verkeerds gegeten heeft. En hij krijgt een irritatie erop omdat zijn lijf uit te werken. Nou, dat klopt dan wel een beetje met de datum nu. Maar ik denk voor de zekerheid toch maar eventjes naar de dierenarts. Want om in het weekend naar een dierenarts te gaan, daar word je niet heel blij van. Normaal gesproken een consultje 40 euro's en in het weekend gewoon 80 euro's. Maar we zijn thuis. En echt bizar. Bij de overbuurvrouw hebben ze gewoon alle 4 de banden lekker geprikt van de auto. Leuk joh, zulke dingen in straat. Deze heb ik gehaald voor hem. Die zijn lekker zacht en makkelijk verteerbaar. In overleg. We hebben net 10 op. Dus ik ga kijken of we meer hebben. Jessie! Gaat er alweer goed in. Dus we gaan de goede kant op. 3, 4, 5. Zat. Heeft hij er 15 op? Kijk of hij binnen blijft. Onder het mom van iedere keer wat kleins. Hij moet natuurlijk zijn darmen moeten weer op gang gaan komen. We hebben voor de poes ook maar gelijk weer een nooi meegenomen. Kipfiletjes voor de zekerheid. Ga ik zo meteen nog wel eentje van koken. Broodjes voor de knul. Ik ga gelijk water opzetten, kipfiletje koken. Ik kan het afkoelen. Dus ik zie jullie straks. Hij heeft gelukkig ook minder een neiging om gras te eten. Dus dat is positief. Dus we wachten gewoon. Op ons gemak, lekker door. Onze 11:30 in de modder. Nou, eerst kipfiletje. Is het goed? Ik haal het uit elkaar, omdat meneer nog een schrok op is en dingen doorslikt zonder te kauwen. Een soort van voorgekauwd vorm. Zijn lijf zo min mogelijk oefenen. Ook weer beurt. Je ziet het, het wordt alweer een soort van donker. Het wacht tot de knullen komen. Tot straks. Vrijdagavond, vetpotavond. Knullen zijn inmiddels gearriveerd. We hebben tijd te eten. Jullie gaat vanavond weg. Ik was de hele dag mijn potlood kwijt. Ik zat er net op de fiets. Bizar. Ik zit gewoon hier. Ja. Je kunt zoeken wat je wil, maar je vindt hem gewoon niet. Iedereen heeft net de bestelling doorgegeven. Is hier een wijntje? Ja. Ja, lekker Patty, zeg je dan. Nee, dat moet je niet doen. Dan zet je er, ja, dan gaat ze eraan wennen. Dan moet gewoon, dit had al klaar moeten staan, moet je zeggen, hoor. Had al klaar moeten staan, Patty. Is dat voor wat? Ja, nu moet ik er bij me op schoot gaan zitten, zeker? Ja, inderdaad. Eén woord, hij zit op de goede bank. Nou, jij zit precies tussenin, dus. Nee, Sven zit erin. Jij zit tussen mij en Sven. Wel fijn, hè? En dan voor jou, man. Kijk eens, meneer. Vanaf het zie, vanaf het de scheur vervallen. Ja. Nou, maar proost dat Chester maar in deze stijgende lijn door mag gaan. Zijn eten is nog steeds binnen. Ja. Proost. Proost, hè? Ja, proost, joh. Hij laat weer poepies. Heel erg stinker. Maar het is wel een teken dat ze daar weer op gaan komen. Yes! Yes! Ja! Nee, je vader heeft morgen ook zon gezien. Dat mooi. Ja, liever morgen dan overmorgen. Ja, ik ga de rekening zien. Oh, ik begrijp het. Chester gewoon vandaag niet eens naar de vrije training gegeven. Hoe laten we morgen ophalen? Dan ben je tegen daar zijn. Ik denk, als je dan zorg dat je vanavond nu iets of 12 uur of 12 uur bent. Nee, we gaan morgen toch maar een paar uur starten. We gaan niet de hele dag. Ik maak je niet wakker, hè? Nee. Jawel. Okay. Je moet wel wakker maken. Nee, je vader slaapt uit morgen. Maakt niet uit, ook al ben ik beneden. Je maakt hem niet wakker. Zo niet. Moet je aangifte tegen doen, discriminatie. Discriminatie tegen. Ik geef geen assenpoester hoor. Door een loodje. Dat is niet goed. Ja. Ik me toe wordt op het moment wel een beetje erg overdreven. Ik
eigenlijk wel lachen. Ik zei dat van een week tegen je vader. Al die topacteurs, weet je, met al die grote castingbureau, met dat grote castingbureau, wat zeg maar, waarbij de mannen zichzelf moesten betasten en moesten masturberen, zeg maar. Dan denk ik, ik kijk nou heel anders naar al die topacteurs. Dan denk ik, wat hebben jullie allemaal moeten doen om een topacteur te kunnen worden? Om die rollen te krijgen. Je kan wel zeggen, ja, die man had zoveel, macht, dus we hebben dat maar gedaan. Dan denk je, je staat toch zelf om een keuze? Ja. Als jij je werk belangrijker vindt dan als een mens gezien wordt. Ik zie dat jij bij Remco wil gaan werken en dat ze zeggen, ja joh, kleed je maar uit en ga maar even zo doen. Zeg jij het er ook van, je bent niet goed bij je platen, doe het niet. Hoe graag je ook iets wil, maar dat toch met laat je toch niet in zo'n situatie gooien. Er zijn toch grenzen? Toch? Dan maar geen acteur worden. Ja, het is een nieuwe met het. Het is een nieuwe. Ik had hem in de meegenomen bij de keuken. Senseo. Toch, dat. Voor mij meegenomen? Dankjewel. We hebben er jarenlang niet over gesproken, we durven onze mond niet over te doen. Dan denk ik, daar zou je toch wel met één persoon over gesproken hebben. Als je eenmaal zo ver bent, dan kan je toch alles weg. Maar als je eenmaal gewoon hoog staat, dan gaan ze hier toch weer. Ik een beetje van een heksenjacht lijkt. Ja. Hey, sommige dingen die gebeurd zijn, zijn gewoon kut, maar echt niet. Maar je bent er zelf bij om je eigen seksgevoel te laten intimideren, zeg maar. Als je dat goed vindt, dan is het niet zo gek dat dat de volgende keer weer gebeurt. Maar het is maar wat je wilt. Kom maar. Nederlands elftal van de dames zat. Tuurlijk, dan willen we het ook niet missen. Die meiden van Nederlands elftal. Ah, en ze staan voor. Helaas, geen ruimte. Ja, wel gebakken. Op links. Doet hij nou niet, denk je? Wat? Bakhuisjes. Dat is toch lekker? Dan krijg je zondag bij je oma. Oh ja, ook nog. Ik heb de bestelling wel doorgegeven. Ze vroegen ook hier hoor, van de, wil je zelfgemaakte hamburgers of zijn die uit de supermarkt ook goed? Dus ik heb gezegd, die uit de supermarkt zijn lekker. Die zelfgemaakte zijn lekkerder. Maar met gebakken uitjes, een gebakken eitje en een zak broodje. Hoor je ons niet maar. Kijk, je kunnen de uitjes er niet doorheen. Mag ik het doen? Zou je gelijk van het bordje afscheppen? Ja, ik had die hechting daar gewoon zelf uitgeknipt. Ik ga het op de foto laten zien. Ik had gewoon mijn kniptang even vuur eronder gehouden. En als die los zit, dan... Ja, ik had gewoon los. Het belangrijkste is dat ik in een dorp toen ik vuur er vanzelf uit heb gezet. Dat hoef ik eerst te trekken. En maar wilde er nog wel vast zitten, zeg maar, aan de binnenkant. Zit op de buurt. Zo. Nou, de kwestie van de been is ook opgelost. Joeri en Sven. Blijven eten. We hebben u bent onze presentatrice. En Willem zijn bestelling. Ja, hallo. Ja, kom maar brengen. Dankjewel. Alsjeblieft. Hoi jullie. Dag. En mijn bestelling. Ik zou zeggen, bon appétit. En wij gaan weer voetbal kijken. We staan met 1-0 voor. En dan hier nog even afsluiting van de vlog in de keuken. We zitten daar met z'n allen video's te kijken. Joeri is net binnen. En morgenochtend vroeg op. En nou, morgenochtend gaan wij hopelijk wel gewoon naar de Formule 1 kijken. Morgenochtend is practice 3. En morgenmiddag qualify. Nou, met Jester gaat het gewoon prima. Die heeft gewoon gegeten. Ik ga hem zo nog even uitlaten voor de laatste keer. En hopen dat het morgen gewoon weer goed gaat. Nou, filmpje geüpload zodat duidelijk is dat er dus afgelopen weekend geen vlogs waren. En morgen zaterdag gaan we natuurlijk gewoon weer wel vloggen. Maar voor nu is het gewoon lekker tijd om naar een mandje te gaan. Ik heb natuurlijk een aantal hele korte nachtjes achter de rug. Op de bank, weer wakker, weer met die hond naar buiten. Weer alles schoonmaken, dweilen. Ik heb een soort nachtdiensten gedraaid. En overdag ook gewoon normaal door. Behalve natuurlijk één dag. Dat ik met Willem 's middags binnenkwam. En ik dus echt uitgeteld op de bank lag. Onder mijn dekbedje. Maar ik ga lekker bij tijds naar boven. Dus voor nu zeg ik. Fijne ochtend, fijne middag, fijne avond. Have fun, geniet. En tot vlog.